Ja, Nieke Groot, we zijn er in de Barclaycard Arena in Hamburg. Over 3 dagen kan je hier met WK-goud staan. Ik begin het al een beetje te kriebelen. Nou, nu moeten we eens nog even de halve finale zien te winnen. En daarna hebben we natuurlijk nog een wedstrijd. Maar ja, supermooie arena. Ik heb er wel zin in. Ja. Gisteren, de tegenstander in de halve finale is Noorwegen. Die winnen even gisteren met 34-17 van de Olympisch kampioen Rusland. Ben je geschrokken? Nee, niet echt geschrokken. Ik weet wel dat Noorwegen in goede shape is op het moment, maar zeker niet onverslaanbaar. Nee, maar waarin ja, zit dan, zeg maar, ja, dat sprankje hoop. De bondscoach van de Nooren zei bijvoorbeeld net, het is 50-50. Is dat aardig doen of ja, is het echt zo? Nee, ik denk wel dat het redelijk 50-50 is. Je ziet wel dat we beter tegen hun spelen. Als er meer druk op staat en ik denk dat we nog wel beter kunnen spelen dan we hebben laten zien. En ik heb wel een goed gevoel dat het morgen wel gaat gebeuren. Ja, moet het heel veel beter dan tegen Tsjechië, dan tegen Japan? Ja, zeker. We kunnen gewoon ons minder fouten permitteren, want dan zijn ze gewoon razendsnel en dat moeten we echt zien te vermijden. Noorwegen versloeg jullie 2 jaar geleden in de WK-finale. Versloeg jullie op de Olympische Spelen om het brons. Versloeg jullie op het EK. Ja, 4 maal moet dan maar scheepsrecht zijn? Ja, laten we het hopen voor wel. Ja, je ziet wel dat we steeds dichter en dichterbij komen. En ik hoop dat we dit jaar gewoon met de winst vandoor gaan. Wat maakt die Nooren zo goed? Ja, ze hebben gewoon ontzettend veel speelsters op hoog topniveau. Ja, die fysiek gewoon heel veel aankunnen. Dus ja, het wordt gewoon een pittige wedstrijd. Eentje, die ken jij heel goed. Jij speelt bij Gior in Hongarije. Nora Murk, een van de topspeelsters van Noorwegen, die speelt daar ook. Hoe moeten we haar bedwingen? Ja, Nora is ontzettend scherp in het schieten. Schiet graag zelf. Dus we moeten gewoon klaar zijn op haar. Is het nu al een beetje koude oorlog? Appjes over en weer of is het helemaal stil? Tot nu toe is het nog stil, maar we hebben al een beetje tactiek besproken, Yves en ik, hoe we ze misschien een beetje gaan bespelen. Een beetje uit het spel halen? Ja, we weten nog niet helemaal hoe we het gaan doen, maar ja, we moeten wel voor wat verzinnen.